De supporters van FC Groningen wachten er al weken op. De derby van het noorden van komende zondag tegen SC Heerenveen. Het is voor de meeste fans van FC Groningen dé wedstrijd van het jaar. Sommige spelers weten wat het is om een echte derby te spelen. Zo maakte Etienne Rijnen vorig seizoen met Cambuur de Friese derby tegen Heerenveen mee. Spektakel, hè? Ja, het dak ging eraf. Fantastisch om zo'n derby te mogen spelen. Dat was vorig jaar ook al wedstrijd van het jaar en nu weer. Dus hij kijkt al enorm naar uit. Die spanning die groeit toch wel naarmate zo'n week vordert. Dan wil je het op een gegeven moment ook laten zien en ik heb er zin in. Ja, merk je al dat die wedstrijd ook hier leeft? Ja, weet je, in het begin al wel, van voordat ik bij hier kwam, weet je al dat dit derby van het noorden genoemd wordt. Dus dan weet je al dat dat het fantastisch lijkt om dat te mogen spelen en dit jaar is het zover. Derbies zijn speciale wedstrijden. Maar wat maakt een derby dan zo speciaal? Het is zo moeilijk uit te leggen. Op de een of andere manier krijg je toch een extra boost of zo. Omdat het wat inhoudt hier in de regio. Waardoor het toch misschien een meer beladen duel is. Ik bedoel, het stadion is net even wat voller. De mensen zijn net even wat fanatieker. En dat maakt het denk ik zo'n mooie derby. Het is spannend. Het leeft heel erg bij me. Want ik weet eigenlijk hoe zo'n wedstrijd wordt beleefd. En dan moet je ook een hele goede trainingsweek hebben voor Heerenveen uit, want het is toch wel de wedstrijd van het jaar, denk ik. En vooral nu nog, vooral voor de play-offs, als we nog kans willen maken op play-offs, dan moeten we daar 3 punten pakken, niks meer, niks minder. Dat speelt er nog mee? Nou, dat speelt zeker mee. Ik bedoel, we moeten gewoon 2 keer winnen. En of dat nu ter Excelsior, Willem II of nu Heerenveen is, dat maakt niet uit. We moeten 2 keer winnen en dus des te meer reden om het allemaal te laten zien zondag. Een goed resultaat zondag is voor FC Groningen in meerdere opzichten dus positief. Daarmee wint de FC weer een hoop goodwill terug bij de supporters, die eerder dit seizoen een serie van 6 nederlagen moesten slikken. Ja, absoluut. Absoluut. En daar gaan we ook volle bak voor. En wat ik zeg, we hebben nog een kleine kans om de play-offs te halen. En die goodwill wat je zegt. We zijn gretig om ons te laten zien. Ja, dat zie je ook wel terug op de training. Ja, er werd vandaag aardig gebikkeld op de training. En iedereen wil spelen en veel jongens fit. Dus het is alleen maar mooi. Dus het niveau dat groeit alleen maar. Ja, we hebben wel goed kunnen trainen hoor. De trainingsniveau soms is het even wennen, maar hij gaat wel steeds omhoog. En het is wel goed. Iedereen is scherp, iedereen is fel, iedereen corrigeert elkaar.